Ik denk dat ik in de twee jaar en een half dat ik bij VDAB werk eigenlijk twee echt heel uitdagende projecten gehad heb. De eerste was in volle coronacrisis, omdat er heel veel tijdelijke werklozen waren, hadden we heel veel data nodig en hebben we op korte tijd software moeten schrijven om dat te kunnen verwerken. En dat was toch eigenlijk wel leuk om te zien dat je op zo'n korte tijd iets kunt realiseren en in productie zetten. En het tweede was dat we met heel veel I&T teams gewerkt hebben aan de gepersonaliseerde website voor de burger. Ja, dan zie je wel dat je met meerdere teams kunt samenwerken en dan komt er zo'n dynamiek en dat je je samensmijt voor één ding, uh, dat vond ik wel heel leuk.